Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Autoservice met vandaag even een kort filmpje over een Deo Matisse met de geweldige 800cc LPG motor. Even kijken, een 3 cilinder is dat en die heeft namelijk een distributieriem en een waterpomp die aangedreven wordt door de distributieriem. En die zit hier, maar er zit een of andere lauwe zwarte kap overheen geknutseld. Wel weer lekker geconstrueerd en dit heeft ook weer iemand verzonnen die er ook echt geen verstand van heeft. Althans, niet verstand heeft van dat een automonteur er ook nog eens een keer makkelijk een pompje af moet kunnen pakken. Want het had anders, echt wel anders gekund. Maar goed, we gaan even naar de bovenzijde. Dan ziet u even het probleem en dan hoe dit te tackelen is. En dan komt het goud. Kijk, en nu zijn we aan de bovenkant beland. En die kap die moet er dus helemaal af. Dat betekent dus ook dat dit tandwiel, wat daar zit, ook nog verwijderd moet worden. Maar deze auto heeft ook nog airco. En die bouten zitten altijd knettervast. Dat is ook nog een ABS systeem. Dus u snapt het al wel. U moet wel een mega kleine luchtsleutel hebben. Wilt u die bout los kunnen draaien. En ja, om niet al te veel andere dingen te hoeven weghalen, heb ik de volgende constructie daarvoor verzonnen. Je hebt hier namelijk een paar boutjes zitten die de kap vasthouden. En dan kunt u hier zo, als het goed is, goed zien. Dan kijk ik het even tussendoor zo. Dan zie je dat ik dit verlengstukje precies op het boutje heb geparkeerd. En als je dit verlengstukje dus goed aandrukt naar die kant en je drukt hem hier precies tussendoor, tussen de leidingen, dan komt hij hier precies uit bij de, even kijken, ja, wat is dat, de ruitensproeientank. En dan doe je daar even een tie-rip omheen. Deze tie-rip zit niet heel geweldig, maar deze zat gelukkig niet zo verschrikkelijk vast dat ik hem niet los kon krijgen. Maar meestal zitten die bouten extreem vast en dan is dat echt wel een probleem. Dus anders moet je even een collega vragen als je die hebt. Ik ben een inpitter, dus ik heb geen collega die ik even kan vragen. Er zijn genoeg mensen in de buurt die ik daar voor lastig kan vallen. Maar dat doe ik zo min mogelijk, dat snapt u wel. Maar in dit geval ja, werkt dat gewoon hartstikke mooi als je deze zo recht mogelijk houdt. Maar als je hem schuin houdt, dan snap je natuurlijk wel. Als je dan hier kracht opzet met een sleuteltje 17, dan ja, die draai je dan gewoon zo los. En dan moet je even kracht zetten en dan komt je er tegenaan. Er zitten vrij grote sleufgaten in, dus daar kun je ook mooi bij komen. Misschien nog even in beeld brengen, dan ziet u dit. Ja, hartstikke mooi. En dan heb je hier aan de onderzijde, oopsie, oopsie, daar komt dan het dingetje eruit. Dat heb ik even zo gedaan. En ja, als je er even een beetje simpel over nadenkt, dan snapt u wel hoe dit allemaal werkt. Ik hoop dat u hier weer aan heeft gehad. Dit is een mooi trucje om het lekker snel en simpel te fixen. En ja, ik wens u maar weer een gezegende dag. Tot de volgende keer maar weer. Joe.